Universiteit van Nederland. We starten deze aflevering met een simpel experiment. We laten mensen een foto zien. Wat ziet u hierin? Kunt u bakstenen mij dat vertellen? zonder uh, cementen tussen. Uh, bakstenen. Uh, stenen muur. Oh, gelukkig. Bakstenen. En met een uh, propje lood lijkt het. Maar iedereen mist iets. Uit de bakstenen muur steekt namelijk een grote sigaar. En als ik je nou vertel dat er een sigaar uit de muur steekt, geloof je mij dan? Ja, daar. ja klopt. Oh, nu je het zegt, zie je het jij? Ja, oh jeetje. Kunt ja. u hem zien ineens? Ja, ineens wel. Ja. Hij is recht voor uw neus, hè? Ja. ja. Oh ja. Ja. Deze Aha, ja. Nu je dat zegt, zie ik dat. En daarvoor heb ik het ja. totaal niet gezien. Als er één zintuig is waar we op vertrouwen, dan is dat wel ons zicht. Maar is dat wel terecht? Hoe weet je zeker dat wat jij ziet hetzelfde is als wat iedereen ziet? Volgens Surya Gaye van Universiteit Utrecht kijken we niet met onze ogen, maar met onze hersenen. Hoe dan? Uh, nou, dat is vrij simpel. Dat is eigenlijk jouw brein, is heel anders dan mijn brein. Dus we kijken eigenlijk met een verschillend brein naar de wereld. En dan dus zien we ook een verschillende wereld. Om een beetje een beeld te geven van hoe weinig je ogen daadwerkelijk bijdragen aan wat je ziet. Als je je arm uitsteekt en je duim omhoog doet, zo breed als je duim is, dat is het enige deel van de wereld om je heen die je scherp waarneemt. Maar je hebt wel een hele ervaring die een die full HD breedbeeld breed is. Dus de rest moeten je hersenen er eigenlijk gewoon bij verzinnen. Elke keer als jij kijkt, halen jouw hersenen een trucje met je uit. Ik ga Den Haag in om allemaal mensen de weg te vragen. Weet u misschien waar Paleis Noordeinde is toevallig? Paleis Noordeinde? Terwijl deze behulpzame man de beste route uitlegt, doen wij een simpele wisseltruc. Tijdens dit routegesprek lopen er twee mannen met een groot prikbord tussen mij en de behulpzame man door. En als de mannen voorbij zijn, dan ben ik weg, want ik loop mee achter het prikbord en mijn collega Anouk is voor mij in de plaats gekomen. Ja. Zo, oké. Nou, heeft hij dit door? Uh, ja, dan nee, kan het dus. beste eigenlijk naar rechts gaan. Mm -hmm. ja. Dus eigenlijk kunnen er allemaal dingen recht voor je neus gebeuren die je helemaal niet doorhebt. Dat is omdat je ervaring veel rijker is dan wat je daadwerkelijk registreert. En alleen die paar dingen waar je toevallig je aandacht op richt, dat kun je mij navertellen. En de rest kan gewoon voor je neus gebeuren en je zal het nooit merken. Van de vijf mensen die we de weg vroegen, hadden er vijf niet door dat de persoon waaraan ze de route uitlegden in de tussentijd was veranderd. 100% scoren dus. Hoe kan dit? Ja, het kan zijn dat ze helemaal niet merken dat er ineens een andere persoon staat, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Zij willen misschien door naar hun werk, ze willen even snel vertellen wat de route is. En daarvoor is wie daar precies staat, maakt niet zoveel uit. Dus daar richt je je aandacht niet op. Waarom doet je brein dit? Alles waar je niet je aandacht op richt, uh, dat onthoud je ook niet. Dat zijpelt weg en daar heb je daarna nooit meer toegang toe. Dus dat kun je ook niet navertellen. Wat je brein ziet, wordt regelmatig getoetst door je zintuigen, waaronder je ogen. En wat je ogen dan doen, is dat ze meerdere keren per seconde op verschillende plekken kunnen kijken of die ervaring nog wel overeenkomt met de werkelijkheid. En daar waar het overeenkomt, is het helemaal prima en daar waar het niet overeenkomt, moet die waarneming, moet die ervaring een beetje worden bijgesteld. Dus met je zintuigen, zoals je ogen toets je eigenlijk wat je brein bedacht heeft. Je brein maakt dus een soort simulatie van de werkelijkheid, want als je alle informatie die je binnenkrijgt via je zintuigen zou moeten verwerken, dan kost dat enorm veel energie. En dan moet je echt een hoofd zo groot als een luchtballon hebben om dat allemaal te kunnen doen. Dus wij moeten voorrang verlenen aan wat belangrijk is voor ons. Je registreert alles met je ogen ...dat wordt dan allemaal verwerkt in je brein en uiteindelijk wat je waarneemt, wat je ervaart... ...dat is het resultaat van wat je hersenen doen. En die waarnemingen worden ook beïnvloed door onze eigen verwachtingen of kennis. Je ziet zo'n het plaatje van een badkamer en om te bewijzen dat je hem hebt gevonden... ...moet je naderhand mij vertellen wat de kleur is van die tandenborstel. Okay. Groen met wit. Heel goed. Klopt. Op de wastafel ligt een kleine groen met witte tandenborstel. Tandenborstel met meerdere kleuren, een beetje crème naar het geel toe en groen. Wit met groen. Maar iets achter deze kleine groen met witte tandenborstel, naast de wc staat een mensgrote blauwe tandenborstel. Heb je deze blauwe tandenborstel gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Die is al veel groter hè? Ja, die is wel ja. Oh echt? Dus hier is inderdaad die hele, die hele kleine wit met groene die jij hebt gezien. Maar die gigantische hier. Die zag ik niet. Als je dit aan een computer zou vragen, die zou kijken, dan zou die meteen die grote blauwe tandenborstel vinden. Want die is gewoon veel groter, veel duidelijk te zien. Maar mensen die hebben daar bovenop ook nog een laag van verwachtingen die hun waarneming aansturen. Dus bijvoorbeeld dat je verwacht dat een tandenborstel niet in de lucht vliegt, want je kent de wetten van de natuurkunde. Je verwacht ook niet dat die tandenborstel op de wc ligt, op de wc-pot, want daar leg je hem meestal niet. En je weet dat hij dus waarschijnlijk rondom de wasbak is, niet kan zweven... Um, en, he, dus, dus je hebt allerlei informatie, heb je al, en die verwerk je dan in je waarneming. Je verwachtingen hebben dus ook invloed op de selectie die je brein maakt. Uh, bijvoorbeeld als je op zoek gaat naar iets, he, stel ik wil iemand vinden in een drukke winkelstraat die iets roods aan heeft, dan kan ik alvast de hersencellen die van rood houden actief maken, waardoor alles wat binnenkomt via mijn ogen, wat ook rood is, he, dat ik dat beter waarneem. En ook bij horen spelen die verwachtingen een rol. Luister maar eens naar het volgende fragment. Hoor jij hier ook Green Needle? Of wordt hier brainstorm gezegd? Ik heb je dus twee keer precies hetzelfde fragment laten horen als je wil. Dan kun je het even terugspoelen om te kijken of het echt zo was. Uh, en je kunt dan echt zelf kiezen welke je wil horen. En wat er gebeurt, is dat het, is dat het audiofragment is vrij ja, onduidelijk eigenlijk. Dus als jij heel erg graag iets erin wil horen, dan hoor je het er vanzelf ook in. Precies, ja. Dus nu kun je kiezen. Misschien wil oh, jij ja. Green Needle ja, okay. horen en jij Brainstorm. Kijken of dat lukt. Ja. Gaan we ja, ik hoor Brainstorm. brainstorm. Ja, ik brainstorm. Ja. <laughs> Wat er nou gebeurt, dat is, is dat als jij probeert bijvoorbeeld het woord Brainstorm te horen, dan worden alvast de hersencellen actief, die um, ook actief worden wanneer je luistert naar het woord Brainstorm. En als het signaal nou een beetje onduidelijk is, uh, maar het woord brainstorm is al actief in je hersenen... ...wat er dan boven komt drijven, dat is dat woord brainstorm. En je hersenen houden er niet van als iets onduidelijk is, dus die proberen die onduidelijkheid op te lossen. En ineens hoor je heel duidelijk brainstorm. En onze kennis beïnvloedt onbewust onze waarneming. Ons brein houdt zich ook aan een heleboel wetten en regels. Als iemand op ons afloopt bijvoorbeeld, dan neemt deze persoon steeds meer plek in, in het beeld dat je ziet. Maar toch lijkt het niet alsof die persoon dan groeit. Ons brein compenseert dit beeld automatisch voor je. En soms is het zo dat we geen perfecte inschatting maken van bijvoorbeeld de afstand. En dan denk je dat ik op een bepaalde afstand van jou sta, maar dat is helemaal niet zo. En dan klopt dus jouw inschatting van mijn grootte helemaal niet. En dan lijk ik misschien toch te groeien. En soms ziet de wereld er gewoon heel raar uit, omdat je in een wereld blijkt te zitten waar de regels heel anders zijn dan wat je gewend bent. Naast perspectief compenseert je brein ook voor het omgevingslicht waarin je dingen ziet. Een goed voorbeeld is de jurk die viral ging. Misschien kwam hij ook wel langs op jouw socials. Is deze jurk wit met goud? Ik zie goud niet. Of toch blauw met zwart? Ik zie een blauw-zwart jurk. Ja, ja hè? want jij ziet iets anders. Ik hè? zie blauw met zwart. Uh, Altijd. Ik heb ja. discussies gehad. Ja. Ja. Goud met wit. Ja, ja. <laughs> dat ja. zie ik helemaal niet. Er zijn twee interpretaties mogelijk. De ene is dat die jurk buiten is, waar licht overwegend blauw is. En wat je brein dan doet, is dat het al het blauw als het ware wegfiltert. Het compenseert voor het blauwe licht. En wat er overblijft is dan wit en goud. En dat, dat is best handig, want stel je voor dat je hè, als jager-verzamelaar op zoek bent naar, 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 naar rode bessen in de omgeving. Dan heb je ochtends heb je een heel andere kleur licht dan bijvoorbeeld s'avonds. En toch moet je die bessen altijd als rode bessen uh, herkennen. Je wilt niet dat je ineens onrijpe bessen gaat eten omdat de belichting ineens veranderd is. Dus wat ertoe doet voor je waarneming, is niet welke golflengte je ogen binnenkomt, hè, want dat is wat we vaak associëren met kleur. Maar dat is welke kleur die objecten in de buitenwereld ja, daadwerkelijk hebben, omdat dat functioneel is. Ongeveer 90% van wat je ziet, hoort, ruikt, is dus invulling van je brein zelf. Maar jouw brein is anders dan mijn brein. Dus zie jij hetzelfde als wat ik zie. Er zijn allerlei dagelijkse situaties waarop je je kan voorstellen dat je, dat je um, ervaring um, inkleurt hoe je de wereld ziet. En een, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld als je op, op de skipiste staat, stel, jij bent een ervaren skier en ik sta voor het eerst op ski's. En dan heb ik het idee van wat is dit voor afgrond waar je, waar je me in stuurt. En jij zegt, nou, valt wel mee. Het is gewoon een vrij vlakke groene piste. En de daadwerkelijke helling die wij zien is dan ook anders. Ik zie de piste als stijler dan dat jij me ziet. Oké, okay, jij neemt dus niet precies hetzelfde waar als ik. En soms houdt je brein je daarbij zelfs een beetje voor de gek. Bedankt Soerja. En kijk je naar deze aflevering op YouTube of Spotify, is je dan nog iets opgevallen? Nee? <laughs> kijk dan maar nog een keer. Er zit nog iets in de video verstopt. En ik ben benieuwd of je het ziet. Tot de volgende!